Deze heerlijke ovenschotel kun je ook maken wanneer je geen gerookte forel kunt krijgen. Of wanneer je een roker hebt natuurlijk, want hij is ook heerlijk met gerookte zalm. Om te maken begin je met smelten van de boter in de pan. Wanneer de boter gesmolten is, voeg je bloem toe. Dat roer je goed door, dan wordt het een roux. En dan bak je het bloem 1 à 2 minuten mee. Dan voeg je melk toe. Blijf goed doorroeren om zoveel mogelijk klontjes te voorkomen. Dat doe ik vervolgens met een garde. Want zo haal je eigenlijk alle klonten eruit. Dan voeg je de citroenschil toe. Samen met de gehakte dillen. Een beetje mierikswortel. Blijf goed doorroeren. De saus begint dan langzaam te binden. Dan voeg je 3/4 van de lenteui toe, van het bosuitje. Peper en zout. Nou, wanneer dit een dikke saus is geworden, voeg je de vis daaraan toe en dat schep je even goed om. Dan verwarm je de oven op 190 graden. Dat kwart bosui dat je hebt achtergehouden, doe je dan bij de aardappelpuree. De aardappelpuree kun je natuurlijk prima een dag van tevoren maken. Vervolgens bouw je de ovenschotel op. Dan doe je de saus met de vis in de ovenschotel. En daar gaat dan de aardappel bovenop. Dat verdeel je goed over de ovenschotel. En de ovenschotel maak je dan af met peper en zout, paneermeel en gesmolten boter om een krokant korstje te krijgen. En dat zet je dan gedurende 25 minuten in de oven.